Dag allemaal, ik ben Thijs Hinkhorst. Ik werk als technisch productmanager van SurfConnect. Mijn surfzomertip is eigenlijk al een paar jaar oud. We moeten eigenlijk even teruggaan naar 2014. Dat was mijn eerste werkdag bij Surfnet en ik werd meegenomen naar de vrijdagmiddagborrel. Daar kreeg ik van een andere collega, toevallig dezelfde voornaam als ik, een tip, namelijk om dit boek eens te lezen. Ik zal het laten zien. Het is in het Engels, dus het heet niet Tubes, maar Tubes. Het is van Andrew Blum en het aardige is dat het best wel wat heeft te maken met het internet, maar toch wel ontspannend leesvoer is. De auteur heeft net zoals iedereen thuis een internetverbinding, maar die is opeens stuk. En wat blijkt, ergens tussen hem en de telefooncentrale heeft een eekhoorn een kabel doorgeknaagd. En dat doet hem eigenlijk realiseren dat internet niet iets magisch is wat er gewoon bestaat, maar eigenlijk gewoon vertrouwt op hele concrete kabels en apparatuur die ergens liggen en ergens zijn. Hij gaat op zoek naar hoe dat internet nou eigenlijk fysiek in elkaar steekt. En dat is een hele leuke zoektocht. Hij komt bij belangrijke internetknooppunten. Hij kijkt bijvoorbeeld waar komen die grote zeekabels nou eigenlijk nou precies aan wal? Hoe ziet dat er dan uit? En ook heel leuk is dat hij op zoek gaat bij Surfnet op het oude kantoor in de Radboudburgt. Dus erg leuk om te lezen en zeker een goede tip ook voor deze zomer.